Dat is geschreven uit Oostbal. Ja. Ja. Is het in Breit die door ook? Ja. Ik heb een ander, ik ben van de genodigd. Hier, hoe heb je? De heer Elzer, contactpersoon op het gemeentehuis voor onderwijszaken. De heer Jo Missen, die zou ook komen, maar die heb ik nog niet gezien. Voorlichter van de gemeente Scheemda. En een welkom aan de heer Van Die, Rijksinspecteur van Onderwijs. En ook de plaatselijke vertegenwoordigers van Zomerpostzegels, de heer Engels en de heer Van Dijk. Hartelijk welkom. U bent hier vandaag bijeen om het onder 25 jaar bestaan van de school te vieren. Eigenlijk is de school veel ouder dan 125 jaar, want er was een onderwijs in de 18e eeuw in Oostholt. 125 jaar is een felicitatie waard. Dat vond ook de heer Agenus uit Brummen. Bij deze wil ik de heer Agenus bedanken voor zijn felicitatiekaart. Zijn kaart was het die dit alles heeft veroorzaakt. De school, zoals velen u hem kennen, is er jammer genoeg niet meer. In 1964 afgebroken en op dezelfde plaats is de huidige school gebouwd. Echter is het vreemd dat de tekst "De jeugd is de hoop der toekomst" niet is meegenomen naar de nieuwe school. Helaas. De jeugd, dat waren de leerlingen. En als ik zo rondkijk, zie ik een grote opkomst van de oudere leerlingen, dit in tegenstelling tot de jongere leerlingen. Van de jongere generatie zijn er weinig aanmeldingen binnengekomen. Wel te begrijpen, omdat de interesse van vroeger nog niet actueel is. Het is nog maar zo'n kort leven. De jongste leerling is Jacob van Werkman, die is 13 jaar. En de oudste onder ons is 88 jaar, dat is mevrouw Delgen de Wit. Ook zijn er leerlingen onder ons die al meer dan 40 jaar geleden vertrokken zijn in Oostholt. Ik noem even de familie Klungel, die in 1939 is verhuisd naar Voorschoten. En daarna over de hele wereld is bijvoorbeeld in Duitsland woont een van de kinderen en een van de kinderen woont in Amerika. De reuniecommissie wil ik graag naar voren halen met het doel om een bloemetje aan te bieden. Dat is inderdaad de tweede rij van voren. Ik wil graag bloemen aanbieden aan Catharina Blank. Juf Blank dus. Meneer Adolf Bos. Maar helaas.
ze heeft dat nog, dus een applaus voor haar. Maar de kunst zit in de rug, de commissie. De volgende is Hanna Hoogens. Is er werk gezet voor deze reunie? Ook heeft de gemeente een subsidie in wel 1000 gulden voor de reunie verstrekt. Bij deze wil ik de gemeente bedanken voor hun bijdrage. Hier wil ik het dan ook bij laten en straks verder gaan met informatiegedeelte. Ik wil nu het woord gaan geven aan de heer Sluiter, wethouder van onderwijs. Ik heb begrepen van onze gewaardeerde raadslid, de heer Greven, dat het het 8e dorp van de gemeente Scheemda is. Maar daar moeten we nog maar eens een keer verder over reden twisten. Maar heel hartelijk welkom in ieder geval hier. Bijna 600 mensen aanwezig hier bij de reunie. Ik denk dat dat een pluim op de hoed is van het organisatiecomité, die het vele werk wat ze ervoor gedaan hebben, hier beloond zien met het grote aantal mensen dat hier aanwezig is. Een school staat in het middelpunt van de belangstelling. Altijd in een dorp en in een dorp nog veel meer als in een grote stad. Dat is ook de reden, denk ik, dat je reunies van scholen, en vooral van lagere scholen, veel meer treft in de dorpen als in de grote steden. Want daar is die aandacht voor die lagere school veel minder groot als hier. Ik kan u verzekeren dat u vanavond met een voldaan gevoel uiteraard zal keren, want ik heb er zelf ondertussen al 3 meegemaakt, reunies, en iedere keer moet je constateren dat het heel erg mooi is. Ik heb gelezen afgelopen week in de krant, want het schijnt zo te zijn dat de school op dit moment 126 jaar bestaat, maar daarom niet minder betreurd in weer. Ik wil toch nog een paar dingetjes gewoon even hier noemen. Wij hebben dus in de archieven gekeken wat er zo allemaal is gebeurd. En om dan die hele opsomming te maken, dat gaat denk ik veel te ver. En dat doen we ook niet, want de reunie is er voor de reunisten en niet voor een toespraakje van een gemeentelijk bestuurder. Maar toch een aantal leuke dingen wil ik hier naar voren brengen. Uit de stukken heb ik kunnen vinden dat de school in het verleden altijd eigendom was van de kerk. En wat nu eigendom was van de kerk en wat van de gemeente, dat heeft heel veel twisten veroorzaakt, maar in 1954 is het dan toch zo geworden dat de school plus woning is aangekocht door de gemeente. En toen moest er nieuwbouw komen, nieuwbouw die niet zo gemakkelijk van de grond kwam, want het is 10 jaar later als dan eindelijk met die nieuwbouw wordt begonnen. En de opening van de nieuwe school, die u straks ongetwijfeld zult bezichtigen, was op 15 april 1965. En ongetwijfeld is dat een heel groot feest geweest, want in de stukken die we hebben kunnen vinden, moest er zelfs vrijstelling gevraagd worden voor vermakelijkheidsbelasting. En dat is toen ook ingewilligd door het gemeentebestuur, 153. Want toen heeft de heer Bodde, hoofd van de school in die tijd, die we zo pas hebben kunnen zien, het verzoek gedaan aan het gemeentebestuur om een vlag te mogen kopen. Nou, die zal ongetwijfeld voor deze reunie zijn geweest. En ik moet ook dan constateren dat op 23 maart reeds deze aanvraag werd behandeld in WOW. Ook dat ging toen heel snel, nu wat minder snel met de gemeentebestuurders van nu. En ook op 23-3 werd aan de manufacturier, de heer Apeldoorn uit Oost-Wolde, het verzoek gedaan om prijsopgave te doen. En op 8 april 1953 werd de klacht geleverd voor 21 gulden en 15 cent. Dus dat was het begin van deze reunie, ga ik maar vanuit. Nog één ding, en dat mag niet vergeten worden, denk ik. Dat is dat deze dag ook in het teken staat van het reunieboek, die samengesteld is door Joop Korte. En waarbij hij ongetwijfeld ook een nodige steun heeft gekregen van andere mensen.
moet ook constateren dat wil je zo'n reunieboek het levenslicht laten verschijnen zoals op deze manier, dat daar verschrikkelijk veel werk in zit. En ik kan hier dan ook zeggen dat ik dat niet heb gemerkt aan het functioneren van de school, maar dat gaat nog steeds op dezelfde voorbeeldige en losse wijze zoals we Joop Korte kennen in de laatste jaren dat ik hem heb mogen meemaken als wethouder van onderwijs. Joop, heel hartelijk dank voor dat boek. En ja, wij willen als gemeentebestuur daar graag een van hebben. En hoe kun je dat nu het beste doen? Dus we vragen er gewoon om. Wij willen graag een exemplaar van het boek. En dan zal ik ervoor zorgen dat jullie een hele hoop boeken voor de bibliotheek terugkrijgen. Als dank voor alle bewezen diensten voor deze dag en ook voor de toekomst, denk ik, voor het onderwijs in Oostwold. Ik wil het hiermee besluiten en iedereen die hier aanwezig is een hele prettige dag toewensen en dat we met heel veel voldoening zal terugkijken op deze dag. De reuniecommissie bedanken voor het verschrikkelijk vele werk wat ze daarvoor gedaan hebben, op voorhand al. En vooral die mensen die niet meer in Oostwold wonen en na vandaag graag terug willen, komen ze hier langs op het gemeentehuis en wij hebben vast nog wel een plekje voor u. Heel veel plezier. Meneer Schouten, voor uw woord. Bedankt ook voor de boeken. Ik denk dat ze wel gaan gebruikt worden in de school. Ik wil de volgende spreker naar voren graag. Ik wil het woord gaan geven aan de heer Van Diep, dat is de inspecteur van onderwijs. Het leven van een mens is vol hoogtepunten en dieptepunten. Ik denk dat voor velen van u deze dag een hoogtepunt is. U bent vandaag naar de manege in Oostwold gekomen om oude vrienden en bekenden te ontmoeten. Oftewel, het officiële gedeelte. Ik wil graag het woord geven aan de heer Korten, en dat is de schrijver van het boek. Ik ben net even achter in de zaal geweest, maar men is niet te verstaan. Dus, en het gaat altijd zo met een klas met kinderen, als je ze voorin wel bereikt en achterin niet, dan worden ze rumoerig en dan praten ze wel onder elkaar. En dat is natuurlijk ook prima. Maar het is ook wel leuk om naar sprekers te luisteren, want anders moeten ze het wel wat kort houden. Dus naar achter aanwezig. Met veel plezier zie ik dat u een grote betaler naar Oostwold bent gekomen voor de reunie. Heel toevallig hoor, ontdekte ik dat het op de dag af 18 jaar geleden is vandaag dat ik aan deze school als hoofd van de school ben benoemd. Toen op een avond in augustus 1991 iedereen in het schoolbestuur, iedereen zat aan te kijken, toen ter sprake kwam wie het reunieboek moest schrijven, heb ik toch maar die kans gegrepen om aan te tonen dat mijn moeder vlak voor mijn geboorte niet voor niets grote aantal boeken had gelezen. Tevens was het een uitstekende gelegenheid om te laten zien dat het eten van grote zakken met letterdrop niet voor niets was geweest. Mijn opa zei altijd, als de familie weer eens waarschuwde, je moet niet zoveel drop eten, ach, zei die man, loopt hij ook toch, het is goud tegen de hulp. Letterdrop, daar zit dat in. Ik hoop dat u dat ook vindt wanneer u dat boek leest. Het was onmogelijk geweest het boek te schrijven zonder de hulp van veel mensen die voor al die documenten en al die foto's hebben gezorgd. Sluiter was mij al even voor. De heer Sluiter en de heer Van Die. En manege Howard Kuiper. Als die ook even naar voren wil komen, achter glas daar, die wil ik graag een boek overhandigen. En dan zijn we van die frustratie af.
prachtig optreden. Een beroemde kaart die voor in het boek is afgedrukt ter ere van hem, want hij meende ons er even aan te moeten herinneren dat er een jubileum moest worden gevierd. Hij had een groot gelijk in. Alleen het paste ons toen niet zo goed, dus hebben we het jaar uitgesteld. Meneer Agenis, hartelijk dank voor uw kaart en hierbij de Bosbloemen. Dat is een heel merkwaardige verrassing, want ik heb ook nog een zuster. Die is hier niet, die is hier ook niet naar school geweest. Maar die zuster van mij, die is net zo nalatig als ik zelf ook ben. En wat is er nou gebeurd? In 1957 werd ze gevraagd door... Jan de Boer was toen ze aan mij voorgesteld werd. Dus dat is Marjan de Boer, dames en heren. En je krijgt nu een boezial van 1957 van Fenna Kort. Waarom mannen? Aanwezig. Sprak de heer Kort net over een depressie omdat het boek stukken duurder was geworden. Ik kan mogelijk een kleine bijdrage leveren dat het toch nog iets gaat worden van een hoger drukgebied. Want ik mag namens het Fonds Zomerzegels Nederland en ook namens het comité Schijndag de reuniecommissie een toezegging doen dat zij 1000 gulden subsidie kunnen krijgen voor de vervaardiging van het jubileum. Het is een symbolische papier waarin de toekenning wordt medegedeeld. Laten we het hier ook voor het jubileum en bovendien de toekenning van 1000 gulden. Alsjeblieft. We zijn er heel blij mee van de school, de reuniecommissie, om het boek is toch een heel weg geweest. Het heeft al wat meer geld gekost. Heel hartelijk bedankt. Ja, dank. Ja, we zouden allemaal wat op, maar er is niks aan te doen. Hij bent ook weer terug dus. Joop, je hebt ontzettend veel werk gedaan in het boek. Wat meer dan? Ik wil graag een cadeau overhandigen. In dat naam. Alsjeblieft. Daaraan nu. Daar dacht ik wel. Maar ik verwacht.